Veel mensen zien crypto als een gevaarlijke investering. Maar crypto is veel meer dan slechts een investeringsmiddel. Laten we daarom eens gaan kijken naar de use cases van cryptocurrency. De eerste use case is stablecoins als betaalmethode gebruiken. Cryptocurrencies zoals Bitcoin en Ethereum zijn erg volatiel. De waarde kan iedere dag flink dalen of stijgen. En hierdoor zijn ze eigenlijk niet zo geschikt als betaalmethode. Want stel voor dat jij vandaag met Bitcoin betaalt aan een webshop-eigenaar, dan is die Bitcoin morgen misschien al in waarde gedaald. Dan heeft die webshop-eigenaar dus geen winst meer, die is dan zojuist verdampt. Nou, een stablecoin is een cryptocurrency waarvan de waarde altijd gelijk is en vaak gekoppeld aan een bepaalde valuta zoals de Amerikaanse dollar of de euro. En daardoor kun je stablecoins gebruiken als betaalmethode, want je weet zeker dat de waarde van die stablecoin de volgende dag, de volgende week of het volgende jaar gelijk is. Zo heb je bijvoorbeeld Tether, die altijd 1 dollar waard is. En dan als tweede hebben we natuurlijk de investering. Omdat een cryptocurrency volatiel kan zijn, de waarde kan flink dalen of stijgen, kun je het gebruiken als beleggingsmiddel. Koop je bijvoorbeeld Bitcoin vandaag voor 100 euro, kan die 100 euro volgende week 200 euro waard zijn, maar ook 50 euro. Op die manier kun je dus eigenlijk spelen met de waardeverandering van een cryptocurrency om vervolgens een winst te realiseren. De derde use case is dat crypto gebruikt kan worden als middel tegen corruptie en voor goede doelen. Nou, hoe zit dat dan? Crypto draait op de blockchain en die is transparant. Je kunt dus precies zien waar een transactie naartoe gaat en waar die vandaan komt en om hoeveel crypto het gaat. Stel dat je weet wat de walletadressen van overheden of politici zijn, kun je dus precies zien waar geld vandaan komt en waar het naartoe gaat. En zo weet je dus ook dat het op de juiste plek terechtkomt en dat de politici niet corrupt is. Hetzelfde geldt voor goede doelen. In het verleden is wel eens gebleken dat als mensen heel veel geld overmaakten naar een goed doel, dat een deel van het geld naar een van de bestuursleden ging. En dat is natuurlijk niet wat je wilt op het moment dat jij geld aan een goed doel doneert. Daarom kunnen die goede doelen van wallets gebruik maken. En op het moment dat je crypto doneert kun je precies zien waar die crypto naartoe gaat, nadat je die naar een wallet hebt verstuurd. De vierde use case is dat je vermogen kunt sparen met crypto. Je kunt vermogen in verschillende producten opslaan. Zo kun je het opslaan in een euro en bij een bank stallen. Of je kunt het opslaan in goudbaren en zelf bewaren of ook bij een bank laten bewaren. Maar je kunt het ook opslaan in crypto en die crypto zelf op een eigen wallet bewaren. En wanneer je dan kiest voor een self-custodial wallet, zoals een hardware wallet van Ledger of Trezor, dan heb jij die public en private key in eigen bezit. En dat betekent dat je niet afhankelijk bent van iemand die jouw vermogen bewaart. En dan de vijfde use case. En dat is dat crypto kan dienen als financieel systeem zonder tussenpersonen. Cryptotransacties die voer je peer-to-peer uit, zonder tussenpersonen. Je bent dus volledig in eigen beheer over je crypto en bent niet afhankelijk van een andere partij om jouw transactie te laten verwerken. En dat biedt heel veel mogelijkheden, want niemand kan bijvoorbeeld uitgesloten worden. En zo is het ook mogelijk om heel makkelijk waarde van de ene kant van de wereld naar de andere kant van de wereld te sturen. Stel dat jij jouw geld naar Australië wil sturen, moet jij die euro's eerst bij een bank laten omzetten naar Australische dollars en dan moet dat vervolgens weer door een bank in Australië verwerkt worden en dan gaat gewoon heel veel tijd en geld overheen. Dat hoeft bij crypto dus niet, omdat je gewoon helemaal in eigen beheer bent over je crypto en over de verwerking daarvan. Crypto kan ook gebruikt worden om andere soorten waarden op te slaan. En nu doel ik op NFT's, ofwel non-fungible tokens. En dit zijn tokens die je van elkaar kunt onderscheiden en dus uniek zijn. Ieder token is voorzien van eigenlijk een unieke identifier, zoals een ID-nummer, waardoor je het token kunt onderscheiden van het andere token. En hierdoor kun je ook bepaalde waardes in die tokens opslaan. En vervolgens kun je dat token voor hele specifieke doeleinden gebruiken. Zo kun je bijvoorbeeld concertkaartjes als token opslaan en die op de blockchain bewaren. En vervolgens is dat concertkaartje uniek van ieder ander concertkaartje. Maar je kunt ook op eigendomsbewijzen op de blockchain opslaan, door middel van NFT's. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om het contract, of eigenlijk het eigendomschap van een huis op de blockchain te bewaren, door die als NFT op te slaan. En op het moment dat jij dan die NFT aan iemand anders doorverkoopt, verkoop je ook het eigendomschap van het huis door. En dan de zevende en laatste use case voor deze video. En dat is DeFi. DeFi staat voor Decentralized Finance en is het decentraliseren van financiële centrale diensten en producten. Denk bijvoorbeeld aan verzekeringskantoren, bankrekeningen of wat er dan ook maar met financiën te maken heeft. Normaal zou dit eigenlijk uitgegeven worden door een centrale partij
En nu wordt dat product of die dienst omgezet naar een applicatie die op de blockchain draait. En dat betekent dat er ook geen mensen nodig zijn om een bepaalde handeling uit te laten voeren. Denk daarbij aan het afsluiten van een verzekering, het betalen van je premie of het ontvangen van een schadeuitkering. Dat wordt allemaal automatisch uitgevoerd door die decentrale applicaties die op de blockchain draaien. En we noemen dit allemaal DeFi. En binnen DeFi heb je ontzettend veel verschillende sectoren. En in de beschrijving van deze video heb ik ook een artikel geplaatst waarin je meer leest over DeFi. Of kijk je liever een video over DeFi, dan raad ik aan om even hierboven op de link te klikken. Want dan ga je naar een video waarin ik jou vertel wat DeFi is. Wil je nog meer weten over de use cases van crypto en blockchain? Lees dan de artikelen op allesovercrypto.nl. Ik heb de link naar de artikelen in de beschrijving van deze video geplaatst. En heb je nog vragen over dit onderwerp? Stel je vragen dan vooral in de reacties onder deze video. Voor nu bedankt voor het kijken en hopelijk zie ik je volgende keer weer hier.